Wat is nu de meest onderschatte en meest belangrijke vaardigheid wat je als ouder kunt hebben? Daar wil ik het graag eventjes over spreken. Dus eigenlijk is dat jouw energie. Want kinderen reageren op jouw energie. En wat maakt nou jouw energie? Dat is hoe je je voelt. Kinderen hebben het heel snel door als je een beetje alsof kalm doet. Of dat je kalme woorden spreekt. Van oké, doe maar rustig. Het komt wel goed. Maar als je je van binnen onrustig voelt en chaotisch, is dat wat ze oppikken. En is dat wat zij terug laten zien. Dus dat zie je in hun reactie. Dus bijvoorbeeld als je wilt dat ze naar bed gaan. Hè, het bedritueel. En ze reageren niet zoals jij wilt en ze blijven onrustig en dat soort dingen. Dan is stap 1 echt terug naar hoe voel ik mij. Misschien zitten er wel gedachten van ik wil dat je nu gaat slapen, want ik heb even tijd voor mezelf nodig. En kom op, het gaat toch niet weer zo beginnen. Hè? Dat soort dingen pikken kinderen op. En hoe jonger, hoe meer open ze daarvoor staan. En eigenlijk geldt het natuurlijk ook, wij wisselen constant onze energie uit. En dat is wat constant aan elkaar getoond wordt in gedrag. Dus het allerbelangrijkste en het allermoeilijkste is om als ouder, om daar authentiek te zijn. Dus het doen alsof, dat trucje, dat gaat niet werken. Je zult echt jezelf moeten aankijken en moeten kijken hoe blij ben ik met mezelf. Hoe leuk vind ik mezelf. Hoe rustig ben ik. Dus op belangrijke momenten op een dag kun je daaraan werken. En dan zul je in de spiegel moeten kijken. Dus hoe reguleer jij jouw eigen emoties? Dat is het eigenlijk. En emoties is een energie in beweging. Energy in motion. Dat zijn emoties. En vaak zitten er nog emoties in ons lijf vast. Die we zouden moeten verwerken. Wat nog niet is gebeurd. En kinderen zijn heel goed om dat te triggeren. Juist die drukpuntjes. Daar zijn ze meester in om die in te drukken. En dat doen ze niet om gemeen te doen, of dat doen ze niet om lastig of stout te zijn. Absoluut niet. Dat is niet de intentie van jouw kind. Het laat je eigenlijk zien waar jij mee moet dealen. That's it. Dus kijk eens eventjes wat het voor je kan doen als je bijvoorbeeld een ademtechniek leert. Een hele simpele is, als ik me getriggerd voel. Want dat gebeurt mij ook nog steeds. Ik ben er jaren mee bezig, dus ik ben er wel in gegroeid. Maar ik weet precies hoe het voelt. En nog steeds dus. En als ik het voel, dan adem ik 5 seconden in. Dan houd ik hem 5 seconden vast. En dan adem ik 5 seconden uit. Of ik heb de focus gewoon hier op. Hier. En adem ik gewoon heel rustig in en uit. Dat is een cadeautje aan jezelf. Want je hele systeem, je zenuwstelsel, krijgt dan het signaal dat het oké is. Dat je veilig bent. Er is niet echt iets aan de hand. En dat is nodig om überhaupt te kunnen nadenken. Om je logische brein te gebruiken. Anders gaat dat niet gebeuren. En dat geldt voor je kinderen, maar het geldt net zo goed voor jou. Dus hoe wij emoties reguleren is gewoon super belangrijk voor onze kinderen. En als jij ziet dat je kinderen daar nog moeite mee hebben, dan is dat heel erg logisch. Want je brein is in ontwikkeling en het is pas volgroeid als ze 25 jaar oud zijn. En je kunt kinderen heel veel leren en heel veel meegeven, maar eerst moet je bij jezelf beginnen. Dus denk iets na wat bij jou past. Dus meditatie, ademtechnieken, een dagboek bijhouden. Zorg goed voor jezelf. Lees erover. Het hele brein, het hele kind. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Er staat super veel waardevolle tips en uitleg over hoe je systeem werkt. Hoe je brein werkt.
hoe het bij je kind werkt. Allemaal mooie strategieën die we ook bij Eigenwijs gebruiken. Dus ik zou zeggen, ga aan de slag. Mocht je vragen hebben, je weet me te vinden. Je kunt me altijd bellen of mailen. Ik sta voor je klaar. Oké, succes. Doei!